Namens Camp de V zijn op deze konne zondagmiddag aanwezig op de oude legerenschool op het Loo. Ja, de oude, want ondertussen is de jeugd verhuisd naar een prachtige nieuwe school op de mooie locatie bij alle nieuwbouw achter het oude voetbalterrein van het Loo. We zijn hier vandaag deze zondagmiddag, Sjaak, en daar nou tijdelijk de prachtige gebouw ingenomen wordt door jullie, de BKV, de Begrijpse Kunstenaarsvereniging. Blij mee, denk ik. Ja, heel blij. Wij zijn blij dat de gemeente ons de mogelijkheid heeft gegeven om in dit gebouw zeg maar een kunstexpositie te organiseren. En wij zijn eigenlijk ook blij dat we het gebouw eigenlijk nog een keer kunnen oppoetsen en een keer kunnen laten zien aan de plaatselijke bevolking. Ja. Want generaties hebben hier hun opleidingen, hun lezen en schrijfstappen gezet. Nou goed, veel mensen zijn hier begonnen ja. En dus dat is een keer van de voordelen ja. Voor jullie. Want nou komen mensen die hier al, zal ik zeggen, 40 jaar geleden op school zitten, kinderen een keer school komen bezichtigen. Ja. Plus de kunst- en cultuurliefhebbers. Ja. Ja, we hebben er een hele andere invulling aan gegeven natuurlijk als school. We hebben in ieder lokaal een kunstenaar neergezet en we hebben gezegd van nou, maak gebruik van het lokaal, maak er iets moois van en zorg dat het er netjes uitziet en vertel een verhaal, zodat mensen ook zien waar kunst eigenlijk vandaan komt. Ja. Er wordt helaas in gebouw gesloten, maar tot oktober morgen ga je er gebruik van maken. Dan kun je ook even vertellen hoe vaak jullie open bent en de mensen zou eens een kunstproject kunnen volgen. Juist, het project wat wij hier hebben, dat loopt een hele maand oktober. En we zijn open iedere woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 1 tot 5. En we zijn op zondag open van 10 tot 5. Nou, Sjaak, hartstikke bedankt. Mensen, we nemen jullie mee door de rondleiding, door alle kunst die hier opgesteld staat. En voor alle mensen die niet geïnteresseerd zijn in de kunst, kijk toch even mee hoe de school hier van vroeger nou nog uitziet, die helaas toch binnenkort gesloopt zou worden. Of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley. So she took her love as she gazed a while upon the fields of gold. Ellie, ik zie op de muur staan de laatste afdrukken. Leg het even uit. Ja, klopt. Dit is de voormalige kopieerruimte van de basisschool. En hier gaan vanmiddag de kinderen de laatste afdrukken zetten. Met andere woorden, een symbolische oversteek van de oude naar de nieuwe school. Ja, klopt helemaal. We hebben kinderen van groep 2 tot met groep 8. Dus we hebben kleine en grote voetjes. Dan gaan we dat dadelijk even meemaken, Ellie. Dat is helemaal goed. I never made promises lightly. And there have been some of them broken. But I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. When we walk in fields of gold. Stef, niet alleen de sportieve wethouder, gelukkig ook van de kunst, gaat die vandaag de opening verricht voor de kunstenaarsvereniging van Bergijk. Dat is leuk om te doen ook. Het is heel leuk om te doen, heel enthousiast is iedereen. En het is goed weer en het is best druk, dus heel leuk. Ja, wat ook leuk is natuurlijk, wat eigenlijk wel jammer is dat het gebouw gesloopt wordt, maar goed, dat is besloten. Dan moet ik nieuwbouw komen, want het loopt moet ook verder, in ieder geval in de ontwikkeling. Maar wel fijn is dus, de kunstenaarsvereniging nou nog slang gebruik kan maken van dit gebouw. Ja, kijk, voor ons is het toch leeg. Hun zijn er heel blij mee en kunnen zich een keer goed expositioneren. En wij denken van, ja, superleuk, iedereen kan afscheid nemen van haar oude basisschool. En ondertussen de kunstenaarsvereniging heel blij, dus... Ja, goed, we zijn ook heel blij dat de gemeente Begrijp ook aandacht heeft voor de kunstenaars in Begrijp. En door gelukkig ook de ruimte voorziet en ermee helpt mee te denken bij die mensen. Wat belangrijk voor een dorp, kunst en cultuur.
zeker belangrijk. En we hebben ook heel veel mooie kunstenaars en een heel mooie cultuur. Dus dat willen we ook op de kaart zetten. We staan hier in een van de lokale, Jacques, bij jouw eigen kunstwerk. Leg ons even uit wat jij hier aan het maken bent. Ja, ik probeer hier een groot beeld te maken, zoals jullie zien. Ongeveer 4 meter hoog. En ik wil niet een beeld laten zien wat klaar is, maar ik wil laten zien hoe zo'n beeld ontstaat. En de verschillende stappen eigenlijk die gezet moeten worden door een kunstenaar om te komen tot een echt groot beeld met betekenis. Ik wil ook nog zeggen dat je er vandaag nog de hand uit de mouw gaat steken, nog iets gaat doen, of leg je de mensen gewoon het proces uit? Ik laat het proces zien hier nu vandaag en gedurende de maand, want wij zijn hier een maand lang ook geopend, van woensdag tot en met zondag, ga ik hier gewoon op bepaalde tijden werken en ga ik dus echt van deze blok die hier achter staat, ga ik een beeld maken wat een beetje gaat lijken op wat hier op die bok staat. En ja, dat is een proces waar je moet doormaken. En het water staat ons aan de lippen. Ellie, jouw eigen kunstproject. Leg het even uit wat je hiermee bedoelt. Nou, het is een project van Nina Vroeven en van mijzelf. Wij zijn Nella samen. Het is ons derde project. En het water staat aan de lippen. Dus van de kunstenaars. Van de kunstenaars. Ja, ja. Maar ja, nou heb ik zelfs muziek kunstenaars. Die hebben het water altijd aan de lippen staan. Daar ben je een beetje kunstenaar ver. Ja, dat klopt ook wel. Maar dit is wel symbolisch om te laten zien wat wij ermee bedoelen. Ja. Een markant gebouw, het oude legerschoolgebouw op het Loo. Waar wij nog eens heel graag een rondleiding gehad hebben en deze keer heel goed voorzien van allerlei kunst. Sunt dat zoiets gesloopt wordt, ja, maar ook op een dorp als het Loo moet de ontwikkeling doorgaan. Er moet gebouwd worden, er moet hier ook jeugd blijven wonen. De kunstenaarsvereniging is hier voorlopig een paar maanden onder de pannen. Willen dit gebouw nog eens komen bezoeken? Neemt u een tijd, de openingstijd heb je al gehoord. Je kunt het gebouw komen zien, maar ook dat de kunstenaar je ontwikkelt. Dat is ook eens leuk om te zien hoe de kunstenaar je ontwikkelt. Dat het niet alleen maar is het eindresultaat wat je ziet. Namens KMTV worden wij hier op deze zondag heel graag weer bij aanwezig. Bedankt weer en Ger weer tot de volgende. Houdoe.